Welkom bij de Christmas Special van Jolien en Jelle. Ja, we zijn in kerst, we zijn op ons kerstrig. We hebben veel te lang gewacht met de kerstboom. Ja, en nu is het zover! Nu is het eindelijk zover. Wij gaan onze kerstboom opzetten en we gaan het hier kerstmis gezellig maken. Ja. Helemaal voor ons alleen, met twee. Ja, het is nu helemaal zo. We kijken wel heel erg naar huis. Ik ook. Het wordt een kerst om nooit meer te vergeten en al zijn facetten. Ja, dat is waar. Op alle soort mogelijke manieren. Ja, dat is waar. Ja? Ja. We hebben een plaats voor de kerstboom, dat zal hier komen naast onze zetel. Dus hier, hier gaan we de kerstboom zetten. Ja, ik zou toch misschien dit jaar eens daar zetten, maar jij vindt dat geen goed idee. Nee, het is nooit een goed idee. Never change a winning team. Er is niet zo leuk om naar je kerstboom te kunnen kijken en alles wat erin hangt van zo dichtbij als in je zetel. Ja, nee, als je hem ver weg gaat zetten, dan ga je er niet meer naar kunnen kijken. En ik weet nog van vorig jaar dat ik echt genoot om naar die ballen te kijken, want we hebben heel speciale kerstballen en zo. Maar ja, nee. Ja, okay. Ja. Goed. Ik zeg het, never change a winning team. We gaan naar de zolder met een lampje, want ja, dat zien we niet. Ja. En dan gaan we al het griveers gaan halen en hier beneden zetten. En dan gaan we hem opzetten. Fase 1 is gelukt zonder kleerscheuren. Ja. En nu fase 2. De ballen. Hangen de ballen in de boom. De kerstboom met allemaal kerstballen uit heel veel verschillende Disney parken. Iedere keer als we er waren, dan hebben we er eentje meegenomen. En zo komen we al in deze mooie kerstboom uit. Dit is trouwens de nieuwe bal die ik voor Jolien had gekocht. Dit jaar zijn we niet in een Disney park geraakt, maar toch een nieuwe Disney bal. Ja. De kerstboom is echt zo mooi. Zoveel gezelligheid direct in onze woonkamer. Ik ben er echt heel erg blij mee. En Jeno en ik, wij zijn vandaag 77 maanden samen. Jeno wil graag frietjes eten, dus Jeno is frietjes gaan halen voor hem. En voor mij, sushi! Oh, lekker, lekker, lekker. Hier kijk ik naar uit. Je ziet het, hè. Ik heb een glimlach van oor tot oor. Want ik vond het echt keilekker sushi. Hoe vond jij de frietjes? Super. Mai. Subliem, wou ik zeggen. Ja, subliem, super. Hè. Het is een beetje een combinatie. Ja, ik geniet ervan. Ja. Wat is jouw favoriete bal eigenlijk? We zitten nog een tijdje op te kijken. Die van jou. Moeilijk om te zeggen, maar ik denk wat het voor mij de kerstbal met het meeste verhaal is de bal met de Mickey oortjes en het Mickey kostuumpje. Deze bal. Kerst Mickey bal. Deze? Ja. Die? Weet je ook waarom? Ja, dat is een heel verhaal, hè? Ja. Er zijn daarvoor volgens mij 24 Disney winkels in Orlando afgereisd. En we bleven maar zoeken. Tot wanneer dat we hem vonden. En telkens werden we ergens naartoe gestuurd door de verkoper die op een iPad keek of dat ze hem nog in stok hadden. En telkens hadden ze er soms nog maar eentje, twee. Maar dat betekent eigenlijk meestal dat ze hem niet meer hebben. Of kapot. Of kapot, omdat er een van die twee kapot is gegaan of gestolen en zo die dingen. Dus ja, dan gingen we toch altijd op hoop van zegen naar die winkels waar ze hem dan toch nog één of twee stuk zouden hebben. Telkens kregen we te horen dat hem weg was. Tot op dat denk moment. Ik een uurtje voordat we ons naar het vliegtuig moesten. Ja, we moesten inderdaad terug naar het vliegveld. En dan hadden we toch nog één winkel nog gedaan. Ik zei, nu is het echt de laatste. Hierna moeten we echt terug. Het was een Disney hotel. Ja, het was een Disney hotel. Een Disney dus kijk, deze kerstbal heeft voor mij een toch
een leuk verhaal. En eigenlijk voor de rest vind ik het anders zo moeilijk om een keuze uit te maken. En sindsdien, want dat zijn dus in dus een Disneypark, sindsdien kopen we meteen als we een mooie zien. Deze hadden we ook al gevonden eerder, maar toen zeiden we van ja, maar we lopen nu in een Disneypark rond. Het is een beetje moeilijk om met zo'n bal rond te lopen, maar dat doen we toch niet meer. Dus vanaf nu, als we echt iets leuks vinden, koop het meteen. Ja, ik moet wel zeggen, ik vind het anders heel moeilijk om echt de favoriete bal eruit te halen. Want ik vind ze allemaal zo heel leuk. Maar ik ben benieuwd wat jij als favoriete bal vindt. Oh ja, ik heb er wel een paar, maar... eentje. Als je maar eentje kiezen. Als ik er eentje mag kiezen, dan ga ik voor deze. Hier met Walt en Mickey. Kijk, ja, dat is standbeeld. Dat kan je ook terugvinden in het Walt Disney World Park, Magic Kingdom Park. Ja. En ja, dat vind ik ook wel, vind dat Walt, mooi. Disney zonder deze man. Bestond. Ja, dan was Disney er toch helemaal anders gaan uitzien. En, Ja, heel mooi. Ja, toch wel. Ja. Geniet nog maar van de kerstboom. Ja, dat gaan we doen. En wij zien jou heel graag morgen weer. Bij een nieuwe vlog. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.